Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 20 februari. Veel bewolking boven Nederland en er valt ook af en toe wat regen, maar we zien ook wat opklaringen boven de Noordzee. En deze opklaringen die schuiven in de loop van de middag en ook vanavond over het land. Daarachter echter weer dikkere bewolking en dat betekent dat we later vanavond vanuit het noordwesten ook weer te maken gaan krijgen met regen. Het is al met al vrij wisselvallig deze dagen met wel vrij zachte lucht die aangevoerd wordt en dat betekent dat de temperatuur overdag toch iedere keer wel op kan lopen naar een graad of 10. Maar u ziet het op deze animatie, er trekken diverse storingen langs en vooral donderdag dan kan het ook flink gaan waaien. Misschien komt het zelfs tot enige tijd storm in het Waddengebied en ook in de kop van Noord-Holland kan het dan flink gaan waaien. Wisselvallig weer dus dankzij al die lage drukgebieden die gaan passeren. Nou, vanavond dan is het eerst nog droog en zijn er een paar opklaringen, maar in de loop van de avond gaat het wel weer vanuit het noordwesten regenen. Later in de avond wordt het in het noordwesten ook alweer droog en vannacht dan kan het hier en daar een klein beetje gaan opklaren. temperatuur die daalt dan naar een graad of 6 in het noorden tot zo'n 8 graden in het zuiden. En met name ook in het zuiden en zuidoosten, daar blijft de kans op regen toch wel aanwezig, ook nog in de vroege ochtend. Ja, en morgen overdag dan is er veel bewolking aanwezig. Misschien dat er nog een spatje regen valt, zoals gezegd in het oosten en zuiden in eerste instantie. Maar een groot deel van de dag is het toch wel droog en er is zelfs kans dat in het zuidwesten eventjes de zon gaat doorbreken. En ja, dat betekent dat het er dan allemaal net weer even wat vriendelijker uitziet. Wel is het zo dat het in de avond opnieuw vanuit het westen gaat regenen. Temperaturen liggen morgen zo rond de 10 graden en ook woensdag wordt het zo 9 tot 10 graden. Ook dat is een wisselvallige dag met lokaal flink wat regen. Ja, donderdag, dat wordt dan die onstuimige dag. Met een harde tot stormachtige wind langs de kust. Mogelijk zelfs enige tijd storm in het noordwesten van het land. En met name in het warre gebied kan het flink gaan waaien. Ook worden er zware windstoten verwacht. Tot zo'n 100 km per uur. Misschien aan zee nog wel iets harder. Vrijdag neemt de wind in ieder geval weer af. Maar het blijft nog wel eventjes wisselvallig. Hoewel ik wel denk dat vrijdag weer wat vaker de zon gaat doorbreken. Ja, kijken we dan ook nog even naar de neerslag totalen, dan zien we toch met name dat op woensdag en donderdag er flink wat regen kan gaan vallen. Vooral op de woensdag, of vooral op de donderdag moet ik zeggen, dan ja, waarschijnlijk op veel plaatsen meer dan 10 mm water. Het weekend is dan weer eventjes iets droger, maar ook niet helemaal droog, want de kans op neerslag blijft. En dat geldt ook voor volgende week. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.